Minister Gilmore, hoofdraad van Financiën, heeft vrijdag een snapshot van de begroting en een korte review van de economie gepresenteerd aan journalisten. Hij stelt dat met 2015 als uitgangspunt het nu veel beter gaat met de economie. Hij gaat verder aan dat de cijfers niet liegen. En wie aan deze cijfers twijfelt, moet maar naar de economische realiteit kijken, zei hoofdraad. We zien ook een verbetering van het investeringsklimaat. Gelukkig hebben wij niet alleen 2018 die hier is, de betalingsbalans. Ik heb pas vanmorgen de voorlopige cijfers van het eerste kwartaal gehad van de betalingsbalans vanuit de centrale bank. Daar zien wij dat de handelsbalans die een overschot had van 548 miljoen in 2018 verder verbeterd. We zien ook dat de lopende rekening toch wel een goede drop heeft ten aanzien van het tekort. En dat komt allemaal omdat dus in de relatie met het buitenland, de companies als Staatsolie, Surgold, IM Gold, hebben toch wel behoorlijke inkomsten gehad. Dat geeft aan verder economische ontwikkelingen, verder progress. En natuurlijk verdere toename van de overheidsinkomsten. De cijfers van de presentatie van Hoofdraad zijn uitgebreid verwerkt in het boek 2018, Begroting Snapshot en Economisch Review, dat aan de pers is meegegeven. Volgens de cijfers in het boek is het bruto nationaal product, BBP, toegenomen van 16,3 miljard SRD in 2015 naar ruim 25 miljard SRD in 2018. Als we kijken naar de beoordeling van de economische vooruitgang, de data die wij hebben, dat is dus vrij duidelijk. We hebben een tijdreeks van 2015-2018 met de projectie voor het jaar 2019. Die spreken in feite zo'n beetje voor zichzelf. Het BBP in de stijgende lijn, de inflatie. Door een hoge inflatie die nu aan het dalen is. De overheidsschuld, zoals u weet, dat gaat een uitdaging, dat gaat een uitdaging blijven. Maar die hebben wij nog steeds onder controle ten aanzien van onze verplichtingen. Suriname is geen land die achterstanden heeft in het betalen, in het komen aan verplichtingen ten aanzien van haar schuld. Al dus minister Gilmore, hoofdraad van Financiën, gisteren op een persbriefing op zijn kabinet.